opvallen dat mijn haar gewoon altijd heel raar zit als ik wakker word. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en vandaag heb ik dansles. En ga ik een Q&A over liefde opnemen. Heel misschien een cover opnemen, maar dat weet ik nog niet zeker. Laten we eerst even gaan ontbijten. Waar zijn mijn sloffen? Oh, nee. Lekker sloffies aan. Zo. Telefoon pakken. Pannenkoeken. Ta-ta-ta-ta. Ik kan dus zelfs zondag niet vloggen. Dus en ik upload elke keer de vlogs op de dag dat ik het heb gedaan. Maar dan zeg maar, vandaag is het donderdag, dus deze vlog komt volgende week donderdag online. Maar ik kan dus zondag niet vloggen, want ik heb de hele dag opnames en de hele dag opnames waar we hier niet nog bij zijn. Tenminste, ik ga dus wel vloggen. Dus ik, volgens mij had ik het ook weer gezegd. Maar ik ga wel vloggen, maar het komt niet online. No. Dus ik ga denk ik even een andere video opnemen of... Even kijken, want ik ga er misschien een grappige tag. Ik zou ook nog een keer met Mel een video opnemen, dus... Even kijken of dat ook nog kan. Ik haat het altijd als mijn pannenkoek helemaal dik wordt. Oh, dat haat ik zo erg. Eigenlijk vind ik pannenkoek met spek echt het allerlekkerste wat er is. Qua pannenkoek. Maar we hebben volgens mij geen spek. En ik kan het niet zo goed maken, want dan brandt mijn spek altijd allemaal aan. Het is eigenlijk hetzelfde als wat je met netstipjes doet, wat ik met mijn pannenkoek doe. Maar ik kan niet anders alleen vind ik pannenkoek. Dus het is gewoon wat makkelijker. Alles op. Kijk. Dit is wel heel erg spannend, hè? Schijt. Doei. Ik heb heel veel suiker in de borst. Ga stoppen. Wat moet ik nou even met mijn pannenkoekjes kunnen? Hey! Goedemorgen. Kijk eens wie ik vind. Nou, best lekker. Nu nog even dingetje met slag erbij. Wat is er? Je komt aan alle vlogs, hè? Hey? Ja. Ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Goed zo, jongen. Het is net een hond. Hey, ik ga even lekker ontbijten. En dan zie ik jullie. Oké, ik ben niet zo'n fancy YouTuber die altijd pakketjes krijgt waarvan ze niet weet wat het is. Maar op dit moment weet ik echt oprecht niet wat ik binnenkrijg. Ik zit echt na te denken van heb ik iets besteld of zo? Ik zet hem even neer. Hè? Ik heb echt niks besteld. Kijk, ik
Ik heb van Universal Music Alex Ayono merchandise gekregen. Ik ga stuk. Oh my god. Ik was het al helemaal vergeten. Dit is oprecht originele Alex Ayono merchandise. Ja, kijk, Universal Music vroeg dat. Milad vroeg dat. En ik zei ja, is goed. Ik bedoel, hartstikke leuk. Dus, ik ga ook nog even wat weggeven, denk ik. Als win-actie. Jezus, dat is gewoon maat. Oké, maat L geef ik dan denk ik weg. Want die was ik niet. Wat is dit? Dit zijn, zit hier ook maat bij? Ik ga stuk. Dit ga ik even weggeven binnenkort in een video. Stay tuned. Oké, ik heb net heel veel vlogs geëdit. Echt bijna tot en met die van gisteren. Nu moet ik even wat eten en dan ga ik eigenlijk mijn Q&A opnemen. Want ik stel het echt soort van uit. Terwijl ik het altijd wel leuk vind om die dingen op te nemen. Maar ik weet niet. En ik weet ook niet wat ik nu wil eten. Oh, mijn kaasje is bijna op. Oh, maar ik vond deze kaas echt lekker. First things first. Ik heb echt geen zin in eten. Of zo. Hebben we nog noedels? Oh my god, mijn leven. Oh my god. Zo blij, hè? Zo blij met noedels. Ik was namelijk helemaal in de noedel scene. Opeens, ik had echt super veel noedels. En toen opeens niet meer. En heb ik gewoon mijn noedels gevonden. En ik hou zo daarvan. En het is zo slecht. Maar cheating. Voor toch bijna elke dag nu. Hebben jullie ook dat als je vakantie hebt of weekend, dat het lunchen niet zo volgens schema gaat? Want op school heb je gewoon een pauze en dan is het zo van ja oké, dan ga je met z'n allen, zeg maar iedereen pakt zijn broodje, dus dan word je eraan herinnerd om te lunchen. En dan, maar als ik dan vakantie heb ofzo, dus tussenjaar, dan komt het er niet van, dan lunch ik gewoon niet. Terwijl ik wel gewoon 24/7 honger heb hoor. Ik weet niet wat het is. Oh, ik heb het wel gezien. Oh my god. Oh my god. Leven is weer compleet. Stings first. Even mijn tippen knoppen. Wacht. Is dit beter? De video filmen. Oeh. Echt erg dat ik dit zo lekker vind. Nou, dus ik ga even genieten van mijn noedels. Hè, schat? Hey. Hey. Niet? Wel. Liefie. Ik ga even genieten van dit kommetje hemel. Doei.
Oké, ik wilde zo naar boven lopen om mijn make-up te gaan doen en video op te nemen. Echt hier mijn make-up, ja. En ik heb weer een brief. En ik weet weer niet wat ik hier eigenlijk kan verwachten. En er staat ook geen afzender op. En nu, het is gewoon dit, hè? Oké. Ik hoop dat het iets leuks is en niet iets saais. Want ik word natuurlijk ook 18, dus misschien is het iets echt vet saais. Ja. Ik hoop elke keer op een vet leuk pakketje. Ik moet DigiD aanvragen. Nou, dat was echt exciting. Ik ga even snel mijn make-up doen. Snel er wat opgooien. Even serieus, waar is mijn concealer? Niks kapot. Oké, heel klein beetje. Alleen een doosje. Ik moet even een concealer vinden. Ah, gewonnen. Gaat lekker. Ja hoor, ja. Ik heb mijn Q&A opgenomen, maar mijn camera is leeg. Dus vandaar dat ik hem even nu aan Lara ga doen. Dit was mijn mooie setting. En ik geef petten een pet weg en een shirt. Dus super leuk. Dat was wat ik even wil zeggen. Ik ga nu weer ik ga denk ik even die video editen. Doei! Ik heb me omgekleed en ik ga nu spullen pakken en mijn fiets uit de garage halen. En dan ga ik naar... Is de garage open buiten? Is de garage open? Nee. Oké, doei. Ik ga mijn fiets pakken. En dan ga ik naar Jamelle en naar dansen. Woo!
zoals jullie zien heb ik vandaag mijn lesje hiphop weer gehad. Ik heb daarna ook gelijk meegedaan met de les voor... is dat de les voor gevorderde? Ja, volgens mij wel. Daar heb ik ook gelijk aan meegedaan. Die vond ik wel heel lastig. Maar ik zit ook nog maar een jaar hier op deze school. Dus ja, het was wel heel erg inkomen weer hoor. De eerste dansles weer van het seizoen. De eerste hiphop les. Want dancehall... dat is vooral die feeling. En die pasjes die zijn niet eens al te lastig. En ik moet wel even een telefoon doen. Dus dat, ik hoop dat jullie het een beetje tof vonden om ze te zien. Ik dans dus bij Amy's Dansen die in Zwolle en het zit ook in Almere Poort. Dus ik zal even kijken, even kijken op de site. Ik ben echt heel moe, ik heb twee achter elkaar gedanst. En het leuke is, ik ga een onbeperkt abonnement nemen bij Amy's Dansstudio. Want dan ga ik elke dinsdag danshal doen en elke donderdag 2 uur achter elkaar. Dus eerst de les voor... ja, je hebt zeg maar beginners, normaal, gevorderde. En ik zit dan in normaal en een gevorderde. En nu ga ik... en dan in oktober komen er ook dancehall lessen bij Amy. En modern lessen bij Amy. En die ga ik dan ook meedoen. En dat is dan na dancehall. Dus dan in oktober ga ik... in oktober dan dans ik uiteindelijk 4 uur. Mel die stuurt mij een appje. Heb je een filmpje van Tim dat hij niest? Ja, in ieder geval, het was echt super leuk. Het is niet, je moet niet nu gaan denken, oh, je maakt foutjes. Het is nog niet super netjes, want de choreo hebben we vandaag aangeleerd. En de les van gevorderde deden trouwens een beetje dat poppen en lokken. Dat kan ik helemaal niet. Dus ik had echt super veel moeite. Ik was weer vet geïrriteerd. De groeps kan ik dat niet, maar was ik heel moe. 2 uur achter elkaar is wel veel, maar het is wel heel nice. Ik wil nog iets zeggen, ik ben het vergeten. Ik ga in ieder geval zo lekker slapen. Maar ik moet nog eventjes shit regelen. In ieder geval, mijn dansen zijn heel chill. En ik ga dus meer dansen in de week. Dat was mijn conclusie. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, want elke ochtend om 6 uur een nieuwe vlog.